Wanneer metalen gesneden moeten worden, is dit vaak een complex proces waarbij snel een foutje gemaakt is. Dit proces kan men echter door middel van een gedegen voorbereiding en automatisering optimaliseren. Hoe men dit met behulp van 3D-modellen en een volautomatische buislasermachine kan bewerkstelligen, leggen Jo Christiaans en Hans Kempen van CLT Metal Service BV uit. Bij een project waar met metaal gesneden wordt, wordt eerst gekeken hoe het product samengesteld gaat worden. In het 3D worden alle maten vastgelegd en bepaald. In de werkvoorbereiding beginnen we vervolgens alle onderdelen zodanig te conserveren dat het allemaal met gat-nok-verbindingen in elkaar past. De buizen worden vervolgens op de buislasermachine gelegd en van daaruit is het proces helemaal automatisch. Bij de buislaser heb je het voordeel dat je alles in één bewerking doet. Normaal wat je doet met zagen of boren en tappen, dat doe je nou in één bewerking bij de buislaser. Deze buislasermachine kan voor meer duurzaamheid zorgen door materiaalbesparing. Vanwege de grote lengte, 12 meter, is het mogelijk om bijvoorbeeld producten van 3 tot 4 meter om 3 stuks uit 12 meter te halen, terwijl in de markt 6 meter handelslengte standaard is. Zo heb je een enorme besparing op inkoop en grondstoffen. Daarnaast kun je doorlooptijden ontzettend verkorten door inzetten van de buislasermachine. Zagen en frezen kan vervangen worden. Het lassen gaat ook veel sneller, doordat je alles slim in elkaar kan steken. Dat geeft een besparing van wel 60% op de totale tijd. Hoe belangrijk een goede samenwerking en de inzet van juiste apparaten zijn bij verschillende grote projecten waar gewerkt wordt met staal, vertelt Robert Kapel van Octatube. Buislaser is ingezet voor een grote stalen luifel met glas in het stadshart van Almere. Daar moesten we 22 grote kolommen, moesten een heel groot dak van 1300 vierkante meter dragen. Dat bestond uit speciale stalen liggers met een glazen dak daarop. En het tekenwerk wat daarvoor gedaan was, kon naadloos worden gebruikt in de aansturing van de productie van het staal. En dat gaf een enorme meerwaarde in de kwaliteit en uiteindelijk in de uitvoersnelheid van het maken van die luifel. Voor deze techniek is nog veel potentie in de markt, met name voor de grote afmetingen. Er wordt veel buislaser gesneden in Nederland, maar voornamelijk kleine afmetingen. En twee, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. De engineer, de klant, kan zelf contouren verzinnen, bepalen en tekenen in zijn 3D-model. En de contouren kunnen bijna allemaal gesneden worden op de buislasermachine.